Hi, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Ik wil het vandaag met je hebben over vastzitten in overtuigingen die je hebt. En vastzitten in overtuigingen die misschien niet van jouzelf zijn, maar die vanuit jouw familie of jouw familielijn komen en zo zijn doorgegeven aan jou. Zonder dat je jezelf daar misschien bewust van bent. En ik ga je tip geven over wat je hiermee kunt en hoe je ze kunt doorbreken. Het kan zijn dat je vastzit in oude patronen. In gewoontes, in overtuigingen of familieovertuigingen die je al jaren hebt. En die overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat je op de automatische piloot leeft en dat je dingen vaak op een manier doet zonder erbij na te denken. En die patronen kunnen voortkomen uit de overtuigingen die je zelf hebt of uit familieovertuigingen. Maar in principe wat ik wou zeggen is dat er helemaal niks mis mee is om deze overtuigingen te hebben. Want het zijn namelijk jouw normen en waarden vanuit waar je leeft. En het is alleen maar goed om die te hebben. Want het zou niet fijn zijn als we allemaal gewoon maar wat doen omdat we denken dat dat op dat moment het beste is. Het is juist heel fijn dat we normen en waarden hebben waarnaar we leven. Maar het is niet altijd zo dat de normen en waarden die je hebt ook per se jou dienen. Dat ze goed zijn voor jou of dat ze jou helpen in jouw ontwikkeling. En soms is het goed om te kijken naar de patronen die je hebt en die jou niet dienen. Om te kijken waar komen die vandaan? Zijn die van mij of komen die vanuit de familielijn? En wat kan ik eraan doen om die patronen te doorbreken? Zodat die overtuigingen en patronen die hier aan vast zitten mij niet meer belemmeren in de dingen die ik doe. Of de dingen die ik graag wil doen. En het mooie is, je kunt die overtuigingen ook heel makkelijk aanpassen. Maar je moet alleen wel weten hoe. En je moet je er wel bewust van zijn. En dat is makkelijker wanneer de overtuiging vanuit jouzelf komt. En mocht het een overtuiging zijn die van oma op dochter op jou is doorgegeven, dan is het vaak wat lastiger om die te overtuigen of om die overtuiging weg te nemen. En dingen die daarvan bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen zijn wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Je moet hard werken om iets te bereiken. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat zijn dingen die zijn met de paplepel bij ons ingegoten. En die zijn we gewoon gewend. Omdat dat ons hele leven ons verteld is. Hè, maar dat hoeft dus niet de overtuiging van jouzelf te zijn. Dat is doorgegeven in de familie, op jou. En nu is dat ook jouw waarheid. Terwijl je daar eigenlijk zelf niet voor gekozen hebt. Weet je, maar je leeft wel naar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar je werk. Je doet geen rare dingen. Je springt niet uit de band. Je doet heel veel om anderen te pleasen. En we zijn verstandig met ons geld. Gewoon omdat het zo hoort. Maar dat is dus iets wat je vanuit je familie hebt doorgekregen. Natuurlijk is het prima om verstandig te zijn met je geld. Daar is helemaal niks mis mee. Dus dat is een patroon die je ook vooral moet houden. Maar als jij daarnaast denkt, ik moet heel hard werken om mijn geld te verdienen, is dat een patroon die jou niet per se in jouw hoogste goed dient. Natuurlijk, het is prima om hard te werken. Maar als jij met de helft werken hetzelfde geld zou kunnen verdienen, dan zou dat helemaal fantastisch zijn. Dus deze overtuigingen, kijk er eens kritisch naar. Wat kunnen we anders doen dan wat we geleerd hebben tot nu toe? Op welke manier kunnen we dat dan anders doen? En waarom beperkt het ons zo op deze manier? Neem bijvoorbeeld de overtuiging dat jij nooit een kwartje zal worden als je voor een dubbeltje geboren bent. Ja, dat is een overtuiging die niet van jou komt. Die is gewoon vanuit jouw familie doorgegeven. Maar het is wel heel interessant om er een keer naar te kijken wat het is wat voor jou zorgt dat dit jouw waarheid is. Want misschien kun je wel een kwartje worden door niet zoveel anders te doen. Maar slimmer te gaan werken, waardoor je maar de helft van je tijd bezig bent. En dat je de rest van de tijd kan besteden aan leuke dingen doen, maar wel hetzelfde geld verdient. Weet je, we doen het nu op dit moment niet, omdat het ons geleerd is om het niet te doen. En onbewust beperkt dat jou dus. Maar als jij stappen neemt om uit jouw comfortzone te stappen en jouw eigen waarheid te gaan leven, dan zul je zien dat er hele mooie dingen ontstaan. En dingen waarvan je eerder niet hebt durven dromen, kunnen voor jou ook werkelijkheid worden.
Maar het is wel lastig om die patronen te zien en te doorbreken en jouw intuïtie te volgen op weg naar jouw mooiste droomleven. Daar heb je gewoon moed voor nodig. En jij kunt dat. Je kunt alles bereiken wat je wil, maar je moet wel de eerste stap nemen en het universum laten zien dat jij vooruit wil. En het is misschien lastig omdat je het niet kent, omdat je buiten je comfortzone moet, omdat je omgeving het niet gewend is, maar doe het gewoon. Doe het vooral, want je zult zien dat in jouw hart jij er het meest blij van wordt als je dit wel doet. Wat kan ik je nog meegeven als je een patroon of overtuiging wil doorbreken? Het eerste wat je dan zou kunnen doen is je bewust van zijn dat je de overtuiging hebt. En dat deze overtuiging niet per se de waarheid is of jouw waarheid hoeft te zijn. Dat er ook een andere waarheid voor in de plek gezet kan worden. Misschien heb je wel eens gedacht van, oh ja, dat kan ik niet, maar daar ben ik toch niet geschikt voor. Of ik ben niet goed genoeg om dat te kunnen. Achterhaal dan in zo'n geval waar die gedachte vandaan komt. Wat eraan ten grondslag ligt. En ga ook voor jezelf kijken hoe het komt dat je dit denkt. En wees je ervan bewust dat, ja, maar dat kan ik toch niet, heel makkelijk om te buigen is in, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Om even met Pippi Langhuis te spreken. Weet je, dat is een hele andere benadering van hetzelfde probleem eigenlijk. En doordat je er een positieve vibe aan geeft en omdat je er een positieve draai naar kijkt, is het in plaats van heel gesloten, opeens alle mogelijkheden liggen voor me open. Je probeert op die manier naar jouw beperkende overtuigingen te kijken en probeer ook jouw toekomst opnieuw vorm te geven, zodat je wel kunt bereiken wat je wil en zodat je wel vooruit komt. Weet je, mocht je het lastig vinden of mocht je overtuigingen hebben waar je niet zelf doorheen komt, hè, bijvoorbeeld de familieovertuigingen zijn heel lastig om die te doorbreken omdat dat vaak van generatie op generatie overgegeven wordt en het niet van onszelf is, dan ben ik er om jou te helpen met mijn intuïtieve coaching. Je kunt naar de website lindabisschop.nl gaan. Dan heb je daar een kopje afspraak maken of een kopje coaching. En onder coaching leg ik uit wat je precies kunt verwachten. En onder afspraak maken kun je een gratis kennismakingssessie inboeken met mij. Zodat we meteen met de grootste beperkende overtuiging voor jou aan de slag gaan. En dan zal ik ook deze voor je verwijderen. En de waarheid zoals je die mag weten. En zoals die goed is voor jou om je verder te ontwikkelen in de toekomst. Die zal ik ook met je delen en zorgen dat jij daar ook naar kunt leven, zodat jij ook je mooiste droomleven kunt leven. Nogmaals, lindabisschop.nl. Ik zal het ook hieronder zetten in de omschrijving van de video. En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, zoek mij even op Facebook, stuur me een berichtje en dan help ik je graag verder.